Ik ben net wakker. Dit is echt heel erg. Ik keek dus naar mijn klok. En ja, het is 2:00. Dus motherfucking 2:00. Ik heb gewoon tot 2:00 geslapen. Dat is echt insane, jongens. Maar ik ga even de gordijnen open doen in mijn kamer. Want dat doe ik altijd. En dat moet ik van mijn moeder doen. En een batterij verwisselen. Want ik moet deze batterij weer verwisselen voor een nieuwe schone dag. Gordijn 2. Daar zitten mensen op school nu, hè. Als ze naar buiten zouden kijken, zouden ze Arthur in zijn onderbroek zien. Dat is wel vet, hè. Zien ze zo Arthur in een onderbroek en dat is heel raar eigenlijk, maar ja. Nou, weet je, het ligt eraan. Iedereen heeft een onderbroek, dus wat boeit het nou als je iemand anders onderbroek zou zien? Zo denk ik er altijd over, maar vroeger was ik altijd heel erg van, ik mag mijn onderbroek niet laten zien, want dat is, ja, weet ik veel. Je moeder en vader hebben je zo opgevoed, dat je onderbroek niet mag laten zien ofzo. Net zoals als je als klein kindje je onderbroek wil uittrekken, dan zegt je moeder, nee, dat is vies, want dat mag niet. Nou, dat is hier hetzelfde bij, denk ik. Maar even kijken, het eerste wat ik eigenlijk altijd doe is koffie maken en sigaretje doen. En dat doe ik altijd in mijn onderbroek. Nu ga ik wat aandoen voor de vlog, want dit is ook wel een beetje awkward om Arthur steeds in zijn blote pas te zien. Dus ochtend aankleding ga doen, dan doe ik deze aan. En deze. En het ziet er wel nice uit. En wat boeit het nou? Want het is ochtendkleding. En niemand ziet je. Dus het boeit geen ene flikker. Maar ik ga het even aantrekken. En dan ga ik sigaretje roken. En dan ga ik even wat eten. Dus. En dan hoor ik jullie al denken. Arthur, het is slecht roken. Nou, weet je wat het is? Je moet lekker zelf weten wat je doet. Als jij een pilletje neemt. Is je eigenlijk verantwoordelijkheid en dus eigenlijk, ja, het mag niet, maar ja, het is je eigen leven, weet je. Als jij een sigaretje wil, dan doe je dat. Als je geen sigaretje wil, dan doe je dat. Weet je, het is je eigen leven en roken is heel dom dat je eraan begint, maar ja, wat kan je eraan doen? Ja. Het is 2:00 geweest en om 2:00 werd ik wakker. Het is echt heel erg. Het is echt heel erg. Pak je koffie. En ja, ik ga nu gewoon een beetje hier staan omdat die geluid zo pleurens kutherrie is. Dat wil je echt niet weten. En dit is dan wat mijn moeder altijd doet. Die doet netjes de was. En dat ben ik echt dankbaar. Echt waar. Mijn moeder die doet zoveel met huishouden. En ze zei, als je nou eens vrij bent, waarom ga jij dan niet huishouden? Ja, weet je, ik ben niet van het huis. Nou, dat kan ik ook niet zeggen. Maar mijn moeder die zegt ook, oh, als je dat zegt, dan ben ik ook niet van het huishouden, zegt mijn moeder dan. Maar ik weet niet. Ik zit zo te denken, ik heb nog dit huis. En hoe heet dat? Mijn moeder die betaalt dat nog. En mijn vader, dus iedereen woont hier gewoon hoor, maar. En ik denk dus zo van, ja, waarom geniet je dan niet van de jeugd die je nog gaat krijgen? Ik weet zeker dat als ik volwassener word, dat het allemaal minder leuk is. Dat je allemaal dingen moet gaan doen. Dat je allemaal dingen moet regelen. En nu wil ik nog, zeg maar, een soort van het wat ik nu nog heb. Dus de vrijheid, de gekheid, sigaretje kunnen doen. Weet je wel, zulke dingetjes. Dat wil ik nu nog kunnen. En gewoon vrijheid hebben. Want later is dat er niet meer, jongens. Later is dat weg. Dan moet je werken voor je geld. Moet je werken voor je huis. Eigenlijk moet je gewoon, ja, veel meer dingen doen, jongens. Dus echt, geniet van je jeugd. Want je hebt het maar één keer. En daar heb ik al over nagedacht, ja. Zo, is wel een beetje raar eigenlijk. Maar mensen, ik ga een lekker koffie. Het is super heet. Moet je het weer zien. Dat is gewoon geweldig. Ik heb er net een koffietje op gehad en shit. Echt lekker, jongens. Echt lekker. Lekker koffietje. En dan een sigaretje erbij. Geweldig, man. Ik vind het heerlijk. Ik ga lekker douchen. En dan ga ik de dag weer
een soort van voorbrengen hoe ik dat ga doen. Ik ga even, denk ik, deze beelden ga ik al op de computer zetten. Dat ik niet meer zorgen hoef te maken om deze beelden. En dan kan ik die al een beetje gelijk editen. En is het tijd om de chilling te zetten. Dan gaan we naar buiten en dan gaan we een beetje kijken wat daar is. Ik denk dat een paar vrienden van mij komen, dus dat wordt hartstikke leuk. Dus dan gaan we daar kijken wat daar te doen is. En ik moet de deur dicht doen trouwens. Ik vergeet dat steeds. Dat ik gewoon... Deze deur moet ik wel dicht doen, want anders komt het niet meer goed. Dus ja, die doe ik even dicht. En dan het volgende shot ben ik gewoon lekker aangekleed en shit. Nou, okay. Nou mensen, ik ben aangekleed. Het enige wat nog mist, en je ziet het al aan mijn haren. Dat is gewoon echt... Nou, laten we het daar maar niet over hebben. Maar dan doe ik gewoon een pet op. Oké. En zit het gewoon goed, weet je. Dan is het al gelijk... Nou, ben ik gelijk een mannetje natuurlijk. Nee, maar mensen, ik heb een t-shirtje aangedaan. En een broek en twee verschillende sokken. Ja, heel veel mensen doen dat. En het is super raar natuurlijk dat je twee verschillende sokken aandoet. En ik ga op mijn mooie stoel zitten even. Ja, ik weet niet wat het is. Het is gewoon nostalgie of zo. Ik weet niet wat het is met twee verschillende sokken. Maar het maakt allemaal niet uit. Wat maakt het nou uit dat je twee verschillende sokken aan hebt trouwens? Want sokken zijn sokken en dat is het gewoon. Klaar. En daar hoef je niks aan te veranderen ofzo. Maar ik ga even deze beelden importeren op mijn computer. Even te kijken, wacht even hoor. Het moet allemaal wel een beetje beter. Kijk, zo ziet mijn computer eruit. Super mooi natuurlijk. En ik ga even die shit editen. En mensen zeiden al dat ze vrij waren. Dus ik moet wel, ik moet het niet afraffelen. Ik ga sowieso gewoon even mijn best doen. En ja, dan ga ik een beetje chillen, weet je. Ik ga die edit even heel goed maken. En daarna ga ik pas chillen, dus... Dat is zeker mooi. Dat ga ik nu doen. Dus, schoentjes aan. Godverdomme. Nee, geintje. Maar ik vind het echt raar dat mensen überhaupt schoenen aan hebben. Want als iedereen gewoon bloot was, was er niks aan de hand gewoon. Dan hadden we ook niks aan kunnen. Nee, maar het... Ja, ik weet niet. Nee, dat vind ik ook wel een beetje aan. Iemand heeft bedacht dat mensen bloot moeten zijn. Maar... Nee, niet bloot moeten zijn. What the fuck? Ik ben echt helemaal van mijn apropos. Iemand heeft bedacht dat mensen kleertjes aan moeten hebben. Maar ik begrijp niet. Ja, ik begrijp ook al wel waarom hoor. Maar, zo. Mensen van vroeger, die waren toch ook gewoon bloot? Oh nee, die hadden van die flabbertjes. Oké, het is goed, het is goed. Laat maar. Ik wou iets heel erg cools vertellen. Maar het is helemaal verkracht gewoon. Nou, doei doei. Ik heb zoveel zin om naar buiten te gaan. En net zoals Enzo Knol... te zingen, maar ik weet niet welk liedje. Maar ja, dat is kut. Maar ik ging even mijn oplader pakken en dan ga ik gelijk naar buiten. Ik moet van mijn moeder ook altijd het licht uitdoen, dus dat doe ik ook. We zien geen reet, maar nu weer wel. Godverdomme. Sorry, ik mag er niet schelden van. Het is een hele mooie dag en ik moet eigenlijk helemaal niet zingen, want het klinkt gewoon nergens naar. Mijn lens is een beetje vies, zie ik, dus die ga ik ook even fixen straks. Ik doe altijd de deur afsluiten en dan ga ik altijd beginnen. Ben ik iets vergeten? Dat heb ik ook altijd. Dan denk ik van, heb ik wat? Nee, ik ben niks vergeten. Nou, dan gaan we met die banaan. Hoppakee. Altijd, mensen, altijd je deur op slot doen, want anders komen de dieven en die nemen alles mee. Zo, nou, ik ga lopen. Nou mensen, iets in je leven wat heel belangrijk is, is dat zeg maar op je zadel een zakje hebt. En waarom is dat, Björn? Ja, dat is zeg maar voor de regen. Als er dan regen opkomt, dan hou je hem eraf en dan zet je hem erop, weet je. Ja, ik weet ook niet, het is haar fiets hoor, maar... Ik denk dat het ergens anders voor is. Maar dat hij gaat spuiten. Vieze Rick, what the fuck, ja. Mijn fucking zadel is groen en dat heeft... Waar zal alles goed komen? Heerlijk, dit is een levensdoel. Als je dit gewoon hebt. Dit is van iemands leven. Dat is jouw leven en jij wil een zak op je zadel. Twee zakken. Jezus, geweldig. Oh, ik begrijp waarom er een zak overheen zit nu. Nou, we gaan even wat drinken halen. En dat is natuurlijk hartstikke leuk. Toch? Toch, Lucas? Wacht. Oké. Nou, ik moet hem de hele tijd zo vasthouden. Ik zat in de krant.
En ik moest hem zo vasthouden. Ik zat één, ik zat alleen maar te trillen zo. Waarom moet je hem zo vasthouden? Zo, omdat ze dan die camera kunnen zien. Begrijp ook niet waarom, maar ja. Welke camera? Deze. Dat ze zien dat het zo'n compact cameraatje was. En als ik zo deed, dan kon je niet zien dat... Snap je wat ik bedoel? Ja, ik film mijn leven nu. Vanaf iedere dag. Dat is echt kut. Nee, grapje, is niet kut hoor. Hartstikke leuk. Ik ging skeren cola halen, want ik heb 20 cent. Nou, perfect. Wordt het niet duurder als je dan... Vast wel. Wordt het echt duurder dan 20 cent? Vast wel. Oh, dat is echt kut. Alles wordt duurder. Echt? Ja. Dat is echt zwaar kloot, dus dat staat daar voor lul. Ik ga er echt voor lul staan, jongen. Ik kan geen skeren cola halen, man. Wat zei je? Nee, dus dan kom je eens met je kan geen skeren cola halen. Hallo. Doorlopen, hard hier. Nee, tuurlijk niet. Hoe ben ik niet? 20 cent, alsjeblieft. Alsjeblieft. Ja, dankjewel. Oh, later, man. Onbekende. Onbekende. Maar ik heb dus even skeer cola gehaald. Oh, lekker. Nou. Ga je vloggen? Hij zag mij, hij zag mij. Ik herhaal, hij zag mij. Maar die is kut. Oh, nou heb ik een roze selfie stick. Vind ik echt fucking cool. Schat, kun je die van mij? Je mag ook wel die van mij hebben, die is langer. Ai. Schat, ik kan gewoon steeds niks ophalen. Van uit mijn magister. Moet je even naar volgende week? Heb ik al gedaan. Hey, die kut is echt wel... Naar vrijdag. Die kut, wat dan wel. Die muziek is echt kut. Ik kan het liefst gewoon. Ja. Jezus, mijn neus, wat is dit lelijk. Ik had wat zachter. Ja, dat heet 200 gulden. Ja. Bij Sony. Hoi! Hoi, hey, mijn telefoon is Het is echt heet. What the fuck? Wow, ik schrok me wat. Het is echt heet, jongens. Echt niet normaal. Je ziet gewoon het zweet gewoon over me heen gaan, weet je. Ik ga even de beelden weer importeren die ik dus gemaakt heb. En dan ja, zie ik wel wat ik nog doe. Dus ik zie jullie zo weer.